Ja, ik ben Rinto Bekkema van Rinto's Tattoo Shop, Tattoo Rinto, en we zijn in Burgum, het mooiste plekje van de Waarden. Teken al zolang ik me herinner die ken, he, van Lietse woon al, prikken met de hand, met een nurl op die zeil was hier een strijdje, een fietje best, wat een hele grote gebeurde met Joost in die zin natuurlijk, want dat is stoer. Is het eigenlijk nog net hard genoeg om zelf erin te gaan totdat die stap neemt. En dan kreeg ik mijn eerste tattoo. Toen werd het hek van de Dam. En ik wil gewoon tatoeëren. En bij mij werd het alleen een jocht weer de jocht. En daar hoed ik net een heel verhaal om op te hingen. Ik heb vroeger net een draaienwieler of zo. Dus, of ik als lid jonkie kreeg nooit een cadeautje. Daarom moet je een lange jocht of zo. Dat soort flauwekul. Zo'n lul verhaal gingen bij mij nooit in. Maar wat wel een vereiste is bij ons, is dat we hardbare tattoos maken, die niet langer mij kennen. En dat is gewoon omdat het een tattoo is. En ik vind een tattoo moet ik maken worden, maar het ego dat er hier een mij zit. Leven der als slaaf is natuurlijk wel een bekend iets. Friesland is het, of dwars als kramtriet, of Fries bloed of zo. Ja, we zijn een grote jongeren die daar iets mee willen. Dus iedereen is wel eens dwarsboom neemt of zo, het goed is. Introgeit op mijn paken, eigenlijk die eigen wij een beetje. Je mag het zelf niet vinden, dat hindert niks als een keer op die bag is of een stuk wijzer van. En dat is eigenlijk het dwarsen wel een beetje, vind ik daarin. Meestal niet een eigen paard een beetje ziek. Eerst dacht ik altijd in, toen ik jonger werd, dat de marapuut mast. En naar het boeteland of zo, Amerika, en om in het boeteland te wijnen, dat liep het hier dan. En eigenlijk komt ze dan achter dat overal dezelfde soorten spelen en overal hetzelfde. En dat Friesland eigenlijk nog net in zo gek is. We zullen net een volle drokte, zo van wel goed drok meidje, gewoon hard werken in die ding doen, maar net een volle drokte, daaromheen.